Water. Water. Gisteravond zouden gaan slapen, maar we hebben in een ander hotel geslapen. Dus we hebben van twee nachten één nacht gemaakt. Maar... wat een bitches. Ja. Dus ook de tweede nacht. Gecanceld. En nu kunnen ze niks meer terug herstellen, oftewel... een ander hotel zoeken. Nou, we hebben een uur zitten wachten, maar we zijn het gezeik zo klaar mee. We gaan ergens anders. We gaan lekker weg. Opgezouten tent. We zijn er klaar mee. We breken de tent af. We gaan voor goud. Mocht het geluk bestaan dat dit hotel gewoon... nou, zo'n 50 meter die kant op is, toch jongen? Ja, lekker. Dat is wel lekker. Hallo jongetje. Hallo. Nou, heb je dus finally een kamer. Ja. Kom je binnen. Tref je dit aan, moet je kijken. Nee, hier beginnen. Bij het begin met een fantastisch mooi toilet. Fantastisch net geverfd. En, heel mooi gedecoreerd. Ja, en nu komen we bij het allermooiste, namelijk... het bad. Ik zat... wat vies, jongens. Ja. Overigens, dat heeft niks te maken met de organisatie. Dat heeft het allemaal netjes voor elkaar geregeld. Ja, dit is gewoon een... maar dit is, ja, dit is gewoon een fout van het hotel. Dan beginnen we hier verder met een fantastisch... mooie, opgeruimde... Pam. Ja, en dan de bedden. Ah, ja, bedden. Lekker opgemaakt. Ah, lekker. Ah, dat wordt lekker slapen zonder kussens. Oh, het uitzicht. Het uitzicht? Uitzicht. Oh, ik ben heel benieuwd naar het uitzicht. Ben je benieuwd naar het uitzicht? Nou jongens, dan komt hij 3, 2, 1. Zo. Mooie container. Hey, waar uitzicht dat in? Nou, hele container. Niet hierin. Jezus, jongens. Echt. Ongekend. Spiegeltje aan de wand. Wie is het lelijkst van de hand? Lelijkst van de hand. Dat is de camera. Ja, Papatines is even Papatine spelen. Die gaat eventjes naar het hotel toe. Ja, godverdomme! De kamers zijn niet schoon! Kwakdoekje. Vies smerig kutjong. Wat ben jij altijd smerig, zeg? Ik heb geen idee wat het is. Lach hier. Ja, nou, ik weet wel wat het is. Geen kattenpest. Nee. Vieze tissue. Dat het zo aan Jesper kunnen worden, is dat hij al zo lekker aanwezig kan zijn. Ja. Jee, zijn eigen wereld. Heeft hij zonder dat hij het door heeft gewoon contact met andere mensen? Ja, hij met vrouwen. Daar flirt hij gewoon mee, zonder dat hij vrouw het ook door heeft. Exact. Hij heeft buiten natuurlijke krachten. Heel knap. We gaan even lekker wat eten. Want honger. Ruiken jullie de barbecue al? Ja, we gaan eten bij Kruik Bacon. Oh, dit is wel een tof shot zo. Een heel tof shot. Een tof shot. Tof shot. Ja, oké. Nou, zullen we eten? Ja, gaan we. Oké, tot ziens. Dag. Maar dat zie je niet. Ja, doe maar een wegloopshotje. Kijk! Top. Lekker niet goed in beeld, net als alle andere vloggers. Het is gewoon te donker, maakt niet uit. We hebben net lekker gegeten. Het is donker en onscherp. Ja, onscherp. En overbelicht. Precies. Wat overgewicht. En we gaan nu lekker slapen, want we gaan morgen naar... Las Vegas! Woehoe! Ja! Toch? We're going to Las Vegas tomorrow. Las Vegas, everything on red. Hey. Oké. Show. Goedemorgen, lieve mensen. Het is 3:05. Ja, in Nederland? Het moet 5 minuten te laat zijn. En het is hier 5:06 ochtends. En moeten we Sjabroek mee? Ja, dus ik ben heel benieuwd wat we gaan doen. Ik denk lekker vliegen. Nou, top, ja, of hiken. Misschien gaan we met een boot mee of zo. Dat zou wel vet zijn, dan op de Colorado River. Ja. Ja, zou best kunnen. Meenemen! Dag! Zo, jongens, activiteit nummer 600.
Zo! Wat hebben we een leuke activiteit gedaan, hè? Jesper Kleine. Ja, superleuk. Dat is echt superleuk. Nat ook. Nat, dat is echt nat. Hè? Voor jou vooral? Gewoon nat. Dat is lekker nat. Vooral voor jou was het nat, lekker hè? Lekker nat was het, ja. Dat was nat. Over nat gesproken, hè? Het is ook nat buiten nu. Het regent. Het is echt gewoon kut weer. En we gaan zo onderweg naar Las Vegas. Door de Grand Canyon? Door de Grand Canyon. Dus we gaan via de Grand Canyon. Dus we willen nog even een prachtige uitzicht kijken van de Grand Canyon. Maar zoals je ziet... Laten we wat beter weer worden. Is dit zeg maar de lucht. En het is een beetje onheilspellend. Wat geldt voor wat snoepjes van de weg toevallig? Ja, wil je snoepjes van de weg? Ja, dat is wel lekker. We zijn er zeker nog 2 uur bezig. Oh ja? Zeg het even hoor tegen de kijkertjes. Dag, hallo mensen. Gaat het niet goed met tanken? Ja, weet je wat het is? Dit ding is gehandicapt. Dan moet je het hendeltje maar voor omhoog doen. Maar dat was even niet duidelijk. Alsjeblieft, jongetje. Dank je wel, jongetje. Nou, met deze trip in Amerika komen we echt op de meest indrukwekkendste plekjes van het land. We gaan zo meteen nog naar Las Vegas. Dat gaat heel erg vet worden. Maar wat we ook hebben in Amerika is de Grand Canyon. En ook dat ken je eigenlijk alleen maar van tv of in boeken. Of weet ik veel wat. Ken je dat niet? Maar de Grand Canyon, voor de mensen die niet weten wat de Grand Canyon is. Dit is de Grand Canyon. Dit is echt te sick voor. Hier kun je nu thuis kijken en denken van, oh, dit is inderdaad heel erg vet. Maar ja, nu zie ik het inderdaad alleen nog maar op mijn scherm en zo. Maar als je hier staat, het is niet normaal. Mocht je een keer naar Amerika gaan en je moet misschien 2-3 uur omrijden om dit te zien. Wat wij dus nu ook aan het doen zijn. Niet doen. Echt zonde de tijd. Ik ben professor Alsvrouwt. Zonde van je geld. Dus, wat doet die Nederlander hier? Zojuist dus bij de Grand Canyon geweest en nu onderweg naar Las Vegas. Dit is echt het laatste stukje van onze trip, hè? Het is het laatste stukje, jongens. Het is echt voorbij gevlogen, gewoon. Ja, het is heel snel. Echt, het is echt een reet snel gegaan. Ja. We hebben in best een korte tijd heel erg veel gedaan. Klopt. Veel gedaan. Hey Jasper, ben je van kind? Hey, jongetje. Heb je lekker geslapen, jongetje? Ja, lekker. Yeah. Ook. Oh, lekker. Jongens, waar rijden we nu? Viva Las Vegas! We rijden over Las Vegas Boulevard, jongens. Gruwelijk. Dit is zo gruwelijk. Kijk hoe groot. Van een museum, pretpark, vakantieresort is het. Pretpark is het gewoon. Pretpark voor oude mensen. Alleen voor oude mensen. Het is gewoon een mix van een hotel. Het is gewoon een mix van een museum. Lijkt daar square wel, joh. Doe maar al met je licht. Zo, na een heel kort nachtje in Las Vegas. Zijn we eigenlijk alweer op het punt aangekomen om hier vandaan weg te gaan. We
gaan ook vandaag terug naar Denver. De opnames zijn gisteren afgerond. We zijn aangekomen in Las Vegas. Dat is het einde van de trip. En dan moeten wij nog terug naar Denver. Dan slapen we vanavond alweer. En dan vliegen we morgen via Chicago terug naar Amsterdam. Dus het worden nog een paar twee pittige dagen. Alles is alweer ingepakt. En ik wil jullie nog even ons fantastische uitzicht laten zien. Trouwens allemaal een kamer apart. Dat is wel heel relaxed. En dit is zeg maar het uitzicht. Het is echt fenomenaal, dames en heren. Het is ongekend. Waarschijnlijk ga je dit nooit meer krijgen zo in Las Vegas. Hey, jongetje. Jezus. Tref ik jou even op een goed moment? Jesper. Housekeeping. Heeft hij een probleem met over? Even kijken. 10 minuten, hè? Moeten we uitchecken. Ja. Ja. Klopt nog eens. Ah, ze is weg. Good morning. Good morning. Housekeeping. Ja, ik ga naar mijn eigen kamer. Ja, ik ga het checken. Ik zie je straks. Ja, ik zie je dan. Dag. Hey jongetje, zit je hier zo? Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Met jou? Ja, heel goed. Mooi. Noah zit nog in zijn blote reet aan je deur te kloppen. Oh, ik dacht dat je nog sliep, maar je was hier. Noah? Ja. In zijn blote reet? Ja. Is Noah dat geen? Nee, is hij dat ook zo kloppen? Nee, net. We waren er net. Oh, ik zat al hier, jongetje. Wat goed. Hoi Sander. Goedemorgen. Kijk eens hoe dichtbij die staat. Heerlijk. Lekker hè? Echt heel lekker. Dat heeft hij goed uitgezocht goed gisteren, hè? Ja. Goed gedaan, ik ben trots op je. Deze. Oh, dat is de verkeerde. Past. In front of you, I want to make sure that pathway underneath your feet is completely clear for takeoff. Jesper, wat ben je bruin? Ja, dat zijn we bruin. Ja, kijk. Zo. We staan hier, ik heb mijn vinger gevoren. Huilende baby's. Ja. Huilende baby's. Maar maakt niet uit. Ik heb trek in de koekje. We moeten echt gewoon nog 10 minuten wachten omdat er een ander vliegtuig bij de gate. Wat leuk. Wil je me vergiftigen of zo? Regen? 8 graden? Wil je me vergiftigen of zo? Regen? Regen? Dat is wel weer genoeg, joh. Regen? Water? Ik zeg maar zo. Ik zeg maar niks. Later. En de drugs al. Her de drugs op. Her de drugs op. Kom maar, als ik hem niet afpakken ga. Her de drugs op. Jongens, het is alweer voorbij, het is ongelooflijk. Wherever you're continuing on dat je today, de Ponkers vlogs leuk hebt gevonden. Ja, heb je hem ook eens trek vond. Wil je dat abonneren? Dan kan je hier. Wil je de volgende vlog zien? Dan kan je hier. Wil je de allerlaatste Wanner aflevering zien? Dat kan daar. Ja, dan kom je gelijk in de afspeellijst. Dus kun je ze allemaal nog een keer bekijken. Hartstikke leuk. Zien jullie later. Ik ben helemaal uit. Mazzel. Hoi. Oh fuck, ik heb al dingen, jongen. Ja, ik heb dingen, jongen. Ah, jij niet.